wel mooi voor Thomas Buitink. Moet nog 18 worden. Spits van beroep. Tenminste, dat wil je graag worden. Oh, goede bal. Oh, Buitink. Met de 2-2. Is het nu dan 2-0? Ja, nu is het gebeurd. Beslist Buitink de wedstrijd. Dat is een goede bal, zegt Buitink. Mooie controle, 2-0. Buitink valt schreeuwend. Maar Lindhout heeft niet gezien dat er iets strafbaars is gebeurd. Hij ligt nog altijd. Dus kunnen nu gekeken worden naar Buitink. Wissel kan niet meer verder. Dat is een trieste invalbeurt voor de Vitesse-man in het shirt van Fortuna. Thomas, het is een tijdje geleden dat we jou gesproken hebben. Hoe gaat het nu met je? Ja, het gaat goed. Ik zit nu in maand 5 van mijn blessure. Mentaal gaat het allemaal prima. Ik heb natuurlijk wel op het begin een tikje gekregen, omdat het een hele lange weg gaat worden. Het gaat nu goed. Mijn knie reageert overal goed op tot nu toe. Dus dat is echt heel positief. Ik ben voor het eerst weer echt lekker op het veld sinds een paar weken. Dus dat is... Ik heb het plezier wel weer echt terug, wat ik voorheen een beetje miste wel. Dus daar ben ik heel blij mee. En in mijn hoofd gaat het ook allemaal echt prima, dus voor nu goed. Laten we even teruggaan naar het begin. Je raakt geblesseerd tegen Vitesse toen je verhuurd werd aan Fortuna. Ja. Wist je meteen dat het foute boel was? Ja, toen het gebeurde hoorde ik krak en ik voelde het ook. Dus ik voelde wel meteen dat het echt het foute boel was. Toen ik binnenkwam ging het best oké, dus nadat het gebeurde. Dus toen voelde ik best prima, dan dacht ik ik heb nog nooit in de knieën gezeten. Dus ik dacht dit is niet het ergste wat kan gebeuren, denk ik. De fysio's voelden al wel en die zeiden al wel dat het wel een foute boel kon wezen. Dus de volgende dag scan gemaakt hier in Rijnstaten. En toen bleek een dag daarna dat mijn wereld een beetje instortte. Dus dat was heel erg kloten. Dus 5 maanden verder nu en ik ben heel erg blij dat het is gebeurd, moet ik eerlijk zeggen. Omdat ik was plezier wel echt kwijt. Ik deed het echt puur alleen maar omdat het moet eigenlijk. Het moet natuurlijk niet, maar het moet uiteindelijk wel. Je hebt een kind en je hebt een vriendin waar je het voor moet doen. Dus ik ben heel blij dat het is gebeurd. En dat klinkt misschien heel raar, maar ik heb wel denk ik wel echt plezier weer teruggevonden. En ik ben heel erg blij weer om op het trainingsveld te staan en dat was ik wel een beetje kwijt. En dus het klinkt misschien raar, maar ik ben wel echt heel blij dat het zo is gelopen. En ik voel me eigenlijk een heel ander mens, dus daar ben ik wel echt blij mee. Het is wel gek om te zeggen dat een blessure goed voor je is, maar waarom ben jij het voetbalplezier verloren? Ja, natuurlijk. Het is heel cliché. Je speelt niet, of nauwelijks. Ik ben naar Fortuna gegaan, hele leuke jongens ontmoet, team heel leuk. Maar uiteindelijk draaide het om, ik ben daarvoor gekomen om te voetballen en dat is toen ook wat minder dan wat ik dacht. Ik heb daar 3 wedstrijden in de basis en volgens mij de rest allemaal invalbeurten, dus dat is niet waarvoor ik daarheen ging. En het plezier verloor ik gewoon een beetje en ik ben nu echt heel blij dat ik dat wel een beetje weer terug heb en dat ik wel echt zin heb om te voetballen, omdat ik het ook zo lang gemist heb. Watch me
turn my disadvantages to my advantage. Watch me show the whole world that the Eagles landed. Pure intent, inner strength, watch me walk into the fire. I never tire, I'm only getting stronger. Every scar is a lesson that taught me to sing. Every bruise is the armor that will make a man a king. Watch me battle no matter the odds that I can win. And when life knocks me down, just watch me go again. Natuurlijk, mijn carrière begon heel snel. Op mijn 17e ging het allemaal heel snel, het ging allemaal heel goed, scoorde veel. En bij heel veel spelers zie je dan ook wel dat het verval echt groot is. En dat mensen heel veel van je verwachten. En dat heb ik de laatste jaren niet waar kunnen maken, voor mezelf, maar ook voor de anderen niet. Dus omdat het zo snel is gegaan, misschien daarom juist ook dat ik een beetje mijn plezier verloren ben. Omdat het gewoon heel veel minder ging. En mijn carrière begon heel erg hoog in een piek en is toen heel erg gedaald. Omdat ik gewoon en minder speel en het niet kon laten zien. Of gewoon ook niet heb laten zien uiteindelijk. Voor met de minuten die ik kreeg. En ja, dat valt en staat wel met plezier. En als je uiteindelijk als het niet goed gaat, dan is het gewoon, dan moet je mentaal echt sterk zijn om dat wel positief in positiviteit om te zetten. En dat vond ik gewoon heel lastig. En ik hoop dat ik daar nu echt een stuk verder en volwassener in ben. Tuurlijk gaan er ook weer, straks als je er weer bent, ook veel minder leuke dingen gebeuren. En kan je ook weer in hetzelfde gaan terechtkomen. Dat je niet speelt. Ik hoop dat ik daar natuurlijk dat ik dat niet krijg. Maar het kan gebeuren. En dan moet je wel beseffen dat na het moment van nu, dat je weer, dat het helemaal geen voetbal was. En dat je alleen maar bezig was met je lichaam, met je knieën. En dat, ja, ik denk dat ik daar echt heel veel stappen in heb gezet. En ik natuurlijk ook wel een stukje ouder ben geworden. Maar in mijn hoofd vooral heel veel ouder ben geworden. Omdat ik, ja, ik voel gewoon echt dat ik echt volledig bezig ben met voetbal en met mijn lichaam. En dat je lichaam eigenlijk alles is. Hoe je je training doet, hoe je je wedstrijd doet, hoe je je herstelt. Hoe je uiteindelijk gewoon het dagelijks goed doet of niet goed doet. En uiteindelijk is dat heel belangrijk. En uiteindelijk het allerbelangrijkste. Ook nu ik zie dan met Miliano dat hij ook een blessure heeft opgelopen die lang kan gaan duren. Vind ik gewoon, dan denk ik wel echt, ja, je gaat daar sowieso sterk uitkomen. En echt belangrijk dat zoiets zeg maar gebeurt op zo'n moment. Omdat hij dan ook echt, als hij terugkomt, het weer echt ziet zitten. En nu was hij ook al zeg maar aan het komen, zag ik echt. Ik vond echt, Miliano ben ik echt gecharmeerd van, omdat hij gewoon altijd zijn ding doet. Vrije dagen altijd naar de gym komt. En dan denk ik ook van, ja, je gaat hier echt sowieso sterk uitkomen. En ik heb dat daarvoor ook gezien. Ook natuurlijk heel veel om me heen, heel veel knieënblessures gehad. En dan zie ik, iedereen zegt dan altijd van, je komt sterker terug. En die cliché dingen, ook toen het bij mij gebeurde, je komt sterker terug, kreeg ik alleen maar binnen. Maar het is wel echt zo. Het is wel echt, je wordt een heel ander mens ook. En omdat het zo vroeg moest gebeuren bij mij, natuurlijk was 22 of 23, 22. Ja, op het moment zelf toen het gebeurde was het wel, ja, stortte mijn wereld wel even in. Ik wist nog dat ik bij Kjell en zijn vriendin zat thuis, omdat het was volgens mij... Scherpen? Ja, ik was twee dagen daarna, nadat het gebeurde, was ik vanuit Maastricht weer thuis, omdat ik wist het ging lang duren. Ik ging weer thuis wonen, omdat ik wist dat ik hier met Jos ging revalideren. Dat wist ik eigenlijk al gelijk. Dus toen was ik bij Kjell en toen kreeg ik het belletje dat gebeurde. Ja, toen stortte mijn wereld wel echt in. Dus ik heb daar wel 3 dagen denk ik wel echt heel veel last van gehad. Nu natuurlijk nog steeds dat het allemaal zo lang duurt. Maar ik ben wel uiteindelijk heel erg dankbaar dat het is gebeurd. Toen ik nog net aan het proberen was te fietsen, omdat ik die buiging niet kon maken, was Davy al bezig met wat ik nu aan het doen ben. En dat zijn wel dingen waar je heel veel aan hebt. Omdat je wel ziet van, kijk, zo ga jij straks ook weer komen. En als jij 0 blessures qua knieën om je heen ziet, dan is het toch wel, dan moet je het echt helemaal alleen doen. Toen het bij Dave gebeurde, wist ik ook nog goed bij Emma uit. Toen zat ik bij Fortuna. Dus toen hadden we het daar met de jongens ook nog over dat zo klote voor hem is dat hij na zo'n jaar terugkomt. En dat dat dan hem overkomt, zeg maar. Wist ik ook nog dat ik het met de jongens bij Fortuna erover had dat het wel echt sterk is dat hij wel weer terug wil komen. Omdat hij net gestopt was, weer gaat voetballen en dat gebeurt. Wat eigenlijk het ergste is wat een voetballer kan overkomen, denk ik, in kruisband. Ik vind het wel echt heel knap dat hij weer bijna er bovenop is en dat hij op zijn, natuurlijk, hij is 10 jaar ouder dan ik, dus dat hij dan al zo ver
ik weet, als ik naar Dave kijk, dan zie ik wel zeg maar een vaderfiguur. En ja, ik heb wel heel veel aan hem gehad, ook in mijn revalidatie. Dus, en nog steeds. Je revalidatie? Waar sta je nu? Ja, ik ben nu 5 maanden verder. Het gaat allemaal heel goed. Geen reactie op trainingen, geen vocht. Dus het gaat allemaal heel goed. Natuurlijk moet je het altijd zo houden, want je weet nooit wat er gebeurt. Maar tot nu toe gaat het echt naar behoren en ben ik heel blij met hoe het verloopt. Ben ik ook heel blij met Jos. Natuurlijk, Dave had gerevalideerd bij KNVB en ik heb voordat het gebeurde, of nadat het gebeurde, heb ik ook veel gesproken over wat het beste is, KNVB. Maar ja, ik wist eigenlijk al wel snel dat ik het met Jos zou doen, omdat ik met Jos gewoon een goede band heb, ook voordat het gebeurde. Ik ben al heel lang met Jos en ja, ik ben ook heel blij hoe hij het met mij aanpakt, omdat hij kent me wel een beetje en ik doe gewoon hele logische dingen met hem. En omdat het nu zo goed gaat, dat is ook wel een beetje te danken aan Jos, denk ik. Dus ik ben daar wel heel blij mee en ik denk dat ik zeker daar de juiste keuze in heb gemaakt. Ja, ik ken Thomas natuurlijk al heel lang. Vanuit de jeugd is hij doorgekomen met wat kleine dingetjes, blessures heb ik hem toen al wel eens gezien. Hij was natuurlijk een toptalent die veel aandacht moest krijgen. Wij klikken samen. Kan je wat over de blessure van Thomas vertellen? Ja, Thomas die viel uit, gek genoeg natuurlijk, in de wedstrijd Fortuna-Vitesse. Direct na de wedstrijd hebben we hem bekeken ook. Ja, het was eigenlijk vrij snel duidelijk dat het een zeer ernstige knieblessure zou zijn. Dag daarna hier in Arnhem in het Rijnstaat ziekenhuis een MRI gemaakt, waarbij het bevestigd werd van ja, je hebt een kruisbandblessure plus ook nog overig letsel. Ja, en ja, dat is een domper natuurlijk voor zo'n speler. Rustig met hem gaan zitten, alle mogelijkheden met hem besproken, opereren, waar opereren, wie opereren en het lange termijn beleid uitstippelend samen met hem. Hoe ziet zo'n traject er van begin tot eind uit? Nou ja, je hebt natuurlijk het traumamoment, een diagnosestelling en dan gaan we kijken van oké, wat gaan we doen? Snel besloten dat we gaan opereren, dat is 4 weken later gebeurd, 31 mei. Hij had het geluk dat er zijn meniscus behouden kon worden middels een hechting. Dat heeft hem 6 weken extra rust gegeven om de hechting maar te laten pakken. En daarna zijn we volle bak aan het revalideren gegaan vanaf half juli, eind juli. Thomas zit nu op 30 weken na de operatie. Hij staat er zeer goed voor op het moment. Eigenlijk zijn alle seinen staan op groen om volgende week of de week daarna de positiespeler in te gaan als speler van een groepje. Geen vrije man meer, dus hij gaat wat weerstanden krijgen van overige spelers. Dus dat ziet er echt zeer goed uit. Nou, Thomas, we zijn nu in de gym. Hoe vaak ben je hier de afgelopen 5 maanden geweest? Reken maar uit. 1 keer in de week vrij en de rest elke dag, dus aardig wat. Het is wel heel zwaar. Vooral als je nooit daarvoor een gymmannetje was. Dus ik kwam nooit in de gym eigenlijk. Ik was eigenlijk elke dag lekker koffie drinken naar het veld. Dus vandaar is het wel heel lastig alleen om die switch te maken. Alleen die switch was wel heel snel gemaakt. En nu wil ik eigenlijk nooit meer terug. Dus ik zal lekker elke dag in die gym zitten. Je gaf eigenlijk al een begin aan, in het vorige gesprek gaf je al aan van dat je het misschien een beetje voor je vriendin deed hiervoor. Hoe heeft zij deze periode beleefd met jou? De eerste 6 weken kon ik niks. Dus toen had mijn vriendin, dan is het zwaar op een andere manier. Dan krijgt ze alle zorg en we hebben 2 honden, dus dat is heel druk. Dat vond zij best wel zwaar, 6 weken. En dat kon ik ook zien aan haar. En ik vond het ook zwaar omdat ik niks kon doen. Natuurlijk de klap zelf, het niet voetballen, weer verhuizen, operatie. Heel veel dingen die erbij kwamen kijken. Een kind die net pas 1 was, dus heel veel. Ja, er zijn toch heel veel randzaken die ook, of ja, het zijn geen randzaken, het zijn de belangrijkste dingen, maar toch wel heel veel dingen die erbij komen. En dat, ja, voor haar was het ook een klap dat dit gebeurde, want ja, je moet weer verhuizen. En ja, de dingen, zeg maar, wat een normaal gezin had, dat hadden wij alles behalve op dat moment. En dat was wel heel zwaar voor haar, denk ik. En dat misschien nog steeds zo. Dus ja, je zei dat ik het alleen voor haar deed natuurlijk, maar dat is ook heel, ja. Op een gegeven moment was het plezier een beetje weg voor de operatie, of voor mijn blessure. En ja, natuurlijk heeft zij dat ook wel gemerkt. Daar heb ik het ook wel met haar over gehad,
dat het gewoon wat minder leuk was allemaal. En dat het soms wel, dat ik soms wel gedacht had dat ik wou, dat er gewoon mee wou kappen. En natuurlijk is dat de makkelijkste uitweg om er dan mee te kappen. Maar ja, het is toch belangrijk dat je weer ergens je plezier in terugvindt. En ik denk dat ik dat nu wel heb. En dat zij ook wel ziet dat ik op dat vlak een andere persoon ben geworden. En dat ik wel echt ervoor bezig ben nu. En niet dat het allemaal me aankomt waaien en dat ik de kantjes een beetje afloop. Dat heb ik ook wel gedaan in het verleden. Als ik geen zin in had, dan ja, dan had ik er geen zin in. En dan kon iedereen dat al wel zien dat ik er geen zin in had. En dat hoop en ben ik ook wel een beetje van overtuigd dat dat wel een beetje kwijt is. Dus dat ziet mijn vriendin ook wel. Zij heeft mij ook gezien in de tijden dat het heel goed ging. Dat ik veel scoorde, dat ik als jong broekie van 18 een 9 inlegde in één seizoen. En dat ik echt bij de grote jongens, zeg maar, bij Vitesse toen met ja, grote jongens als Linssen en Buitner gewoon daar mee kon doen en mee en gewoon basisspeler was. En zij zag dus toen ook dat het heel goed ging. En de keerzijde heeft ze ook heel erg gezien. Dus daarom heeft ze mij wel aan het herinneren dat het ook gewoon op een dag wel weer beter wordt. En dat weet ik zelf ook. Alleen soms is het gewoon, was het mij iets te veel. Ze is in alles heel belangrijk, want als ik met wat zit, dan is zij de eerste die het weet en hoort. En die mij helpt. Dus ja, ze is in alles de belangrijkste. Je zegt net ook dat je hebt een kind van één dat toen ook lastig was toen je net geblesseerd raakte. Maar hoe heeft het bijvoorbeeld het krijgen van een kind jou veranderd? Het is heel cliché natuurlijk, omdat ja, je krijgt een kind en je verandert als mens heel erg. Maar ja, ik was nog wel zelf nog echt een kind voordat ik een kind kreeg. En ik was nog in mijn hoofd wel volwassen, maar ik heb nog wel, zeg maar, trekjes dat ik wel echt heel jong ben. Dus dat was heel lastig, omdat je gaat ineens van lekker elke dag lekker gamen, lekker doen en ja, af en toe uit eten met je vriendin en leuke dingen doen, ga je naar een hele verantwoordelijkheid. En dat is wel voor een jonge jongen als ik, die toen 2021 was, wel heel anders. Omdat je bent zelf net uit je kindertijd en je krijgt al een kind. En nu kan ze dan al lopen en dan rent ze naar je toe om een knuffel te geven. Ja, dat haal je, daar haal je alle energie uit. En dat is het mooiste wat er is. Omdat ja, een kind, je mini-me is gewoon, daar doe je het uiteindelijk voor. En daar zul je alles voor blijven doen. Dat is natuurlijk, ja, een cliché, maar het is echt het beste wat er is. En daar zal je echt alles voor geven. En daar haalt mijn vriendin ook heel veel kracht uit. Hij zei net dat je misschien wilde kappen. Wat was je dan gaan doen? Wat wilde je dan gaan doen? Had je daar ook al een idee bij? Nee, eerlijk gezegd niet. Gewoon, ja, denk ik gewoon lekker vakken vullen of zo. Ik weet het ook niet, maar ik had gewoon even geen zin meer in het spelletje. En ja, wat je dan gaat doen, ja, daar denk je niet echt over na. Ik denk dat wel heel veel jongens ook met mentale problemen zitten in deze tijd, maar dat minder zeggen, omdat het, ja, het blijft toch een drempel, denk ik. Dus ik denk dat ja, dat soort dingen wel heel belangrijk zijn om ook met je altijd over te hebben met je geliefde. Omdat je, ja, het is wel belangrijk als je hart lucht. En dat is misschien ook cliché, maar het is wel echt zo. Omdat, ja, uiteindelijk als het mentaal niet goed zit, dan kun je voetballen wat je wil. Maar dan kun je ook nooit gelukkig zijn. Dus dat is wel heel belangrijk. Hoe zie jij hem nu dan in zijn revalidatie groeien? Want hij heeft zelf aangegeven dat hij veranderd is als persoon en als speler, dat hij het nu veel meer waardeert en dat hij het voetbalplezier teruggevonden heeft. Ja. Zie jij dat ook? Nou, zeker. Ik bedoel, hij is natuurlijk niet voor niks verhuurd vanuit Vitesse. Eerst naar Zwolle en daarna naar Fortuna. Omdat hij hier niet meer aarde. Ja, dat mag ik wel zeggen. Ik bedoel, dat heeft iedereen wel gezien. En bij Fortuna leek hij het plezier terug te vinden in het voetbal, wat natuurlijk essentieel is als je beroepsvoetballer bent. Ja, dan krijgt hij zo'n grote domper, waarbij wij hem moesten helpen, vond ik. En ik heb hem op meerdere vlakken al in het verleden daar ook wel bij geholpen. En ja, toen hebben we ook gelijk wel tegen elkaar gezegd, nou, oké, we gaan er alles aan doen om jou weer zo ver mogelijk terug te brengen op niveau bij Vitesse. En hoe zie jij nu dat hij het plezier weer heeft teruggevonden? Dat hij het meer waardeert? Nou ja, hij komt al met een lach binnen 's ochtends. En dat Thomas Buitink 2 jaar geleden was toch echt een andere Thomas Buitink. Hij komt opgelucht binnen. Hij heeft zin om te trainen. En hij gaat zelfs de gym in zelfstandig. Dat was 1,5 jaar geleden niet denkbaar. Nou, kijk, wat Thomas duidelijk heeft gezien is dat voetballen natuurlijk een fantastisch beroep is.
En als je je beroep niet kan uitoefenen, dat dat gewoon echt lastig gaat worden om in de maatschappij je setting te gaan vinden. En hij ziet nu gewoon dat hij als profvoetballer zal en moet slagen. Ik heb het gewoon ook gemist, de omgang met jongens en gewoon echt bezig zijn. En je zit het zo lang, ben je binnen bezig dat je er ook echt naar snakt. Dus ik ben me heel anders gaan in mijn hoofd gaan richten op voetbal. Daarvoor was het alleen maar leuk, lekker met de jongens een bakje koffie. En dan moeten we maar weer het trainingsveld op. Maar nu ben ik heel blij dat ik dat terug heb. Dat ik echt volle focus in voetbal sta en ik er het beste van wil maken. En dat heb ik wel heel erg gemist ervoor. Dus ja, ze zeggen wel eens alles gebeurt met een reden, maar ik denk dat het in deze wel echt zo is. En mijn doel is dus nu zo snel mogelijk, je moet altijd oppassen, maar als het zover is de partij mee te doen, want dan voelt het wel echt dat je terug aan het komen bent. En dan hoop ik dat ik na de winterstop wel een heel eind op weg ben om weer minuten te kunnen maken. Nadat het begon voor mijn operatie had ik als doel zeg maar echt binnen gewoon heel rustig aan te doen. Na 9 tot 12 maanden gewoon echt helemaal fit terugkwam. Maar nu moet ik die wel iets bijstellen omdat het gewoon echt heel goed gaat. En hoop ik wel tweede seizoenshelft nog echt veel te kunnen meemaken met het team. En wedstrijden hopelijk dat ik dan gewoon lekker gezond blijf. En dat is het allerbelangrijkste. Ik ben in mijn hoofd veel verder dan dat ik was. Natuurlijk ga ik er heel hard voor werken. Het komt nooit vanzelf. Maar ja, je moet ook een beetje geluk hebben met sommige dingen. En ik hoop dat ik dat gewoon heel erg ga hebben. En dan ga je jullie zeker een andere Thomas zien. Ja. You ain't seen nothing yet. Buiting. En daar. Geweldig die bal geraakt. You ain't seen nothing yet. Dat wilde ik zeggen, maar het komt nog aan en daar is de gelijkmaker. Buiting. Want ik was niet de enige die dacht dat die bal over de achterlijn ging. Dat geldt voor de hele defensie van NAC Breda. Buiting is op de. You ain't seen nothing yet. Nou nu, Buiting dan. En dan alsnog, ja. Alsnog. Yet.